Yo guys, Gletsch hier met een nieuwe video en vandaag gaan we verder met Outlast 2. De vorige keer zijn we hier gebleven en ik denk dat het veilig is om uit te stappen. Hebben ze deze vrouw heel bruut vermoord en deze man ook puur omdat ons mannen wou weten waar ze zijn vriendin hebben gedaan. Dat is wel een beetje erg en volgens mij zag ik er net iets uit het raam naar mij kijken. Maar de muziek staat fucking luid bro. Holy shit, gaat mijn charge uit hoor. Oké, let's go. Huh, what the fuck? Hoe kom ik hier dan uit? Ik moet een pad naar de mines vinden. Ja, ik zal langs daar moeten zeker, langs hier of zo. Ja, ik moet langs hier. Dus ik moet een weg vinden naar de mines. Maar geen idee hoe. Oh, hallo. Aha, mis. Oh, karma, karma. Au. Ja, ik ben dood. Maar ik weet wel naar waar ik moet nu, dus ja. Oké, snel. Dus voor de aflevering te weten komen dat... Val noemt hij blijkbaar. De Ultra Lesbian noemt Val. Nice, daar moet ik zijn. Oei, joh, hij loopt snel. Oké, ga erdoor. Kunnen die er ook... Oh, ja, die kunnen er ook door. En die zouden, ze zouden haar dus naar de mines gedaan hebben. Ja, volgens mij kunnen ze er makkelijk doorkomen. Ik de deur toch maar dicht, je weet nooit. Uh-oh. Oh, nice. Kunnen ze mij volgen of niet? Nope. Anders ging de muziek al verder. Maar waar moet ik nu? Er is wel een batterie. Hoeveel batterijen heb ik nog? Echt nog veel batterijen zelfs. Ja. Het is heel leuk dat ik hier zit en zo, maar... Ik kan niet echt verder. Of ben ik nu blind? Of zit nu de kijker de hele tijd te kijken? Nou, je ziet dat niet. Nee, ik zie het niet. Waar de fuck moet ik? Nou, dat is onduidelijk. Zeg niet dat... Ik heb geen zin om naar beneden te springen. Ik vrees dat ik naar beneden ga moeten springen. Stond dat ding er net al? Dat stond er net echt nog niet. Ah ja, er zit een man op ons toch. Wacht maar. Ja, ik kan naar beneden moeten springen. Ah, hierdoor. Zo. Mooi huisje. Nee, niet open. Ik wou eigenlijk liever dicht doen, maar... Oh, hallo. Ik ben dat die baby dood is. Ah ja. Mag ik die filmen? Het is niet erg dat ik er langs loop, hè? Nee. Yo, dag. Ik heb nu altijd niet gezien dat die baby die vast zat leeft of dood. Wacht, laat me eerst een foto van trekken. Ja. Oh nee, ik haat dat mice levels. Fuck mice levels. Nou waar de fuck loop ik? Kijk, ik moet even rusten. Ah. Oké. Ja, hier kan ik verder, denk ik.
Oh, even ja, oh. Nee, roep, verkeerde kant. Oké, geen fucking idee waar ik ben. Maar dit is echt wel een plaats voor een batterij. Heeft er helemaal niks mee te maken. Ah, oké, okay. En waarom zou dat moeten? Ah, ik zie het al. Ik heb geen idee hoe ik dat wiel ga stoppen, vriend. Er iets tussen steken of zo. Maar ik zie het al, kijk. Hij wilt daar tussen. Volgens mij, als je snel bent, zou je er echt gewoon nog zo door kunnen. Maar, oké. Okay. Dat is niet de bedoeling. Jongens, toch. What the fuck? Die ging heel droog door die... What the fuck, dit spel soms. En zijn leuke bugs. Oh, maar rot op, ik haat zoiets. Dat is zo'n werkloos. Ja, rot op, vriend. Echt, rot op. Ook zo die muziek. Weet ik veel waar die lever kan liggen, dat weet ik toch niet. Ja, hi man. Dus nu een bedoel ik een of andere. Ah. Hier ben ik. Ah. Oké, okay, het ligt gewoon hier. Is dat nu een goede oude locker? Oh, locker. Outlast 1 memories, man. Oké, okay, maar ik ga serieus die windmolen wel af. Windmolen. De windmolen ziet er nog iets anders uit, Wouter. Kijk, hè, nu komen ze opdagen. Dat is ja. Vrij typisch. Maar die muziek is echt tyfus irritant. Zo. Het is de bedoeling dat de games van jumpscares geeft, niet de muziek. Ik kan dat iets installeren, ze. Er gaat zoiets vols gebeuren nu. Er gaat zoiets vols gebeuren. Dat moet de trick doen. Nee. Ja. Ja. Rot, rot gewoon. Hey. Auw. Godverdomme, als ik sneller was. Auw. Ja, wacht, ik weet hoe ik deze. Ai. Ik weet hoe ik deze kan doen. Dat is niet zo moeilijk. Dus we doen dit. Mooi. Zo. Oké, nu gaat hier een guy staan. Of nog niet. Oké. Okay. Hallo, ik wacht op je, hein, vriend. Doei. Snel. Oké, mooi. Oh, ze komen achter mij. Andere kant. Ah. What the fuck is dat, joh? Nou, waar de fuck loop ik hier? Ah, hier. Ik loop ook gewoon, maar nou weet ik veel naar waar dat ik fucking loop. Ah, oh, nee, maar... Ah, stop met zo'n kutraseltjes. Ik haat dat verschrikkelijk. F-
Find a hook to lift the gate. Door. The chain's broken. Ja, dat zie ik ook. Volgens mij ligt hij trouwens niet binnen. Dus wacht, ik ga eerst kijken waar ik nog iets moest vinden, hè. Dus, find a hook to lift the gate. Ah, hook. What the fuck is een hook? Maar dat gaat sowieso niet hier liggen, dat weten we nu allebei al. Ik dacht dat er iemand loopt, maar... Oh, hallo. Oh, rot wijf. Ah, oei. Ai, ai, ai. De balzak. Maar daar moet ik dus zijn. Daar moet ik. Daar moet ik zijn. Kom, gaan een speltje spelen. Kom eens. Wacht, ziet Harold mij? Ziet Karen mij nu gewoon niet? Oh, waarom kon... Elk normaal mens... Auw, jongen, godverdomme, slacht is niet zo hard. Elk normaal mens kon naar hoofd springen. Niet agressief doen. We hebben hier al eens over gepraat, niet al zo agressief doen. Ah, wel ja. Ik moet straks gewoon nog eens langs Karen passeren. Maar hier moet die stomme hoek dan toch liggen. Of ben ik nou stom? Nou, is hij... Ah, ik dacht even dat het een stukje plant dat vrij was. Weed plant. Kijk, hij is strak rond Karen door de muur. Bam. Wow, rip cool. Rip mens. Ik hoor niets. Oh, oeh. Daar gaat het toch niet in zitten, vriend. Nu heb ik mijn bril vol. Oh, godverdomme, zeg. Dit ziet echt uit als een dead run. Kwam ik hier? Ja, hier kwam ik van, wauw. Ah ja. Dat is gewoon zo'n slachtingding. Dat heb ik wel eens in het echt gezien. Al ja, niet echt, maar zeg maar op zo'n documentaire. Mooi toch? Oh wauw, die gast werd er misselijk. Wacht. Maar is hier een hoek of zo? Hallo. Maar fucking de. Ah ja. Dat is een hoek. Dat is een fucking hoek. Pak dat. Nee, ik haat die niet. Waar zit je? Kan ik hiden? Kan ik deze deur gebruiken? Nee, fuck. Hallo. Wacht, ik weet al langs waar ik moet. Nu moet ik snel zijn, vriend. Nu moet ik snel zijn.
Oei, oei. Oh. Kut, mens. Maar mijn hartslag ging even omhoog. Oké, even uitrusten. Even uitrusten, holy fuck. Miles had toch wel een betere conditie dan deze man. Oh, fucking hell. Oh, wat een kutveld. Het is niet zo eng als Outlast 1, maar toch is dat wel vrij Engels geweest. Als ze zo achter je aan zitten. Iets sneller. Godverdomme, trekt er dan aan. Dat ge... Nee, rot op. Stampt die weg. Fuckaren nog eens, man. Fuckaren again. Holy, ik dacht eigenlijk niet... Oeh, dat zijn de motherfucking minds. Dat is voor de volgende keer. We hebben gewoon Karen weer al gefuckt. Fuck Karen again. Het is eigenlijk rot op Karen again. Ja, de vorige video noemde... Nee, jawel. Vorige video rot op Karen. En deze keer gaat het rot op Karen again zijn. Maar dan zo tussen haakjes. Maar ik ga deze video wel afsluiten. We hebben Karen gefuckt. Ik vind dat super leuk. Karen sukt, ja. Ik hoop dat deze video leuk vond. Was een blauw ruimpje. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer meer Outlast 2. En ik zeg ciao.